Deze nieuwsuitzending is ter ere, of in ere, van Alan Watt. Alan Watt heeft een website en die heet cuttingthroughthematrix.com. Het omvertrappen, het doortrappen van de matrix. Doorhakken, misschien het doorhakken van de matrix. Hij is geen bijbelgelovende christen. Geen sprake van. Daar heb ik hem niet op betrapt. Maar. Hij houdt zich wel aan een gebod uit het Nieuwe Testament. Wat luidt dat wij, mensen, niet het kwaad moeten bestrijden. Wij moeten het exposeren. Ik kan het opzoeken in het Nieuwe Testament waar het staat. Ik mag het even proberen. We zijn toch aan het begin van de uitzending, we maken het uit. Ja. Eens kijken hoor. Dus, do not fight evil, but rather expose it. Dat moet hem zijn. Even kijken waar we komen. Ephesians. Ja, precies. Ja. Dus Ephesians. Vers 11. Dan pak ik even de King James erbij. Zodat het toch serieus is. De Bijbel is serieus. Het is een boek van geen geintje. Oké, en dan gaan we nu Efeziërs. Oh, ja. Waar zit die? Efeziërs. Hoofdstuk 5, en dat was vers 11, oké. Okay. Ja, hier staat het heel mooi. Hier staat Efeziërs 5, vers 11. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove. Reprove, ga ik even jezelf zoeken. Ja, weer leggen. Ja, je moet ze weer leggen. Daar gaat het om. Reprove is weer leggen. Maar er staat ook ergens dat je het moet exposen. Duidelijk maken dat het er is. Erg belangrijk. En meer kunnen wij niet doen. En het staat er echt. Het staat er niet wanhopig voor. Dat zal je mij niet horen zeggen. Maar of het er goed voor staat. Met al die gekke vrouwen. Waaronder mijn dochter. Zo gek als de hel, man. Laten we het hebben over de aanslagen van 11 september 2001. Mijn Joodse vriendin. Daar heb ik radio-uitzendingen mee gemaakt. Dus als je daarnaar op zoek bent, dan kan je dat zo vinden. Perry en zijn Joodse vriendin. En nee, ik verklap haar naam niet. Dat mens heeft al genoeg gezeik aan de koppen. Maar die zei in die tijd dat wij. Nee, we hebben laatst nog een uitzending gedaan. De afspraak is wel, we doen het niet over 11 september.
Iedereen wordt er depressief van en die haken gelijk af. Maar waarom? Waarom mag je het daar niet over hebben? Er zijn toch 3000 mensen doodgegaan? We kunnen nog 1100 jaar lang kunnen we de 3000 doden van 11 september nog herdenken. Dat lijkt mij een mooie verhaal met die twee torens. En dan heel toevallig in het boek van J.R. Tolkien. Daar heb je ook, dat is verfilmd. The Lord of the Rings. In de ban van de ring, op zijn Nederlands. In die verfilming, dat is het tweede boek. De tweede film, dat is The Two Towers. De twee torens. Ja, maar nu zeg je dat J.R. Tolkien al op de hoogte was van het ineen laten storten van die twee torens in New York. Nee, homo, dat zeg ik niet. Ik zei dat het toevallig is dat de tweede film van The Lord of the Rings, dat die De Twee Torens heet. Net als die twee torens die daar in New York in elkaar gezakt zijn. Voor geen enkele reden. Waarom zouden twee stalen constructies 440 meter hoog? Ja, hallo, homo. Dan praat je over 110 verdiepingen. Er was niet in de Twin Towers, in geen van beide Twin Towers, een lift onderin dat je kon zeggen, ik wil naar verdieping nummer 110. Nee, natuurlijk niet. Dat ging per, dan kon je naar verdieping nummer 60 of zo. Met de snellift. En dan moest je overstappen en dan die andere lift. Misschien moest je wel 3 keer de lift pakken voordat je op verdieping nummer 110 was. En die gebouwen zijn in elkaar gezakt. Als een plumpudding. Ja, dat komt namelijk, want ze waren gemaakt van poedersuiker. Nee, homo. Het zag eruit als poedersuiker toen ze in elkaar zakten. Dat je denkt, nou, dat is poedersuiker. Dat is opgestijfde, ja, die hele kleine korreltjes suiker. En dat houdt dan een beetje stand en doe je eventjes poef. En dan, hup, dan flikkert alles uit elkaar. Ja, zo zag het eruit, hè. Dat is ook zo mooi dat ze dan zeggen, we hebben het hier over een implosie. Terwijl alle filmpjes die ik heb gezien van 9-11, dat waren explosieve films. In de zin dat die gebouwen explodeerden. En niet implodeerden. Dat is helemaal niet waar. Ja, maar Perry, wie heeft het dan gedaan als Osama Bin Laden het niet gedaan heeft? Nou, Osama Bin Laden was van die familie Bin Laden. En de familie Bin Laden was van de paus. Dus heeft Osama Bin Laden het wel degelijk gedaan. Aan meegewerkt. Maar hij wist ervan. Maar niet vanuit een grot in Afghanistan met een laptop, met een satelliet internetverbinding. Zo. Zie je dat voor je? Dus Osama Bin Laden, die zit in Bora Bora. En die zegt, die heeft zo'n microfoon, hè? Die zegt, hallo, hier spreekt Osama Bin Laden. Hebben jullie allemaal jullie breekmesjes bij je? Zo'n boxcutter heet dat op zijn Engels. Zo'n mesje waarmee je heel handig een kartonnen doos open kan snijden om door die plastic heen te gaan. Een Stanley mes heette dat vroeger. Gebruikte van die tapijtleggers, die gebruikten die dingen. Ik heb ook een Stanley mes gehad. En dan koop je eenmalig zo'n Stanley mes houder. En dan koop je van die pakjes met Stanley messen. Die kon je ook nog opslaan in het mes. Dat is handig.
Dus een heel pakje met 5 mesjes doe je in het mes. En dan 1 mesje leg je aan de voorkant. En dan doe je dat ding dichtschroeven. En daar kon je een dubbeltje voor gebruiken. Had je niet eens een schroevendraaier voor nodig. Maar ja, zo'n ding is gemaakt van ijzer. En dan heb je ook die nieuwe variant. En dat heet een breekmesje. En er zit zo'n schuifje op. En die kan je naar voren schuiven. En als het voorste stuk bot is geworden, dan breek je dat voorste stuk eraf. Heb je weer een scherp mes. Hier spreekt Osama Bin Laden. Hebben jullie allemaal jullie breekmesjes goed bij je? Ja, want we gaan de Twin Towers tot stof verpulveren. Ja, er zijn ook mensen die kijken naar Harry Potter en die denken dat het echt zo is. Ja, dat is niet echt zo. Harry Potter, dat is CGI. Computer Graphics Imaging of zo. Dat is allemaal computer graphics, man. Je gaat toch niet denken dat het echt waar is? Dat je ergens in Londen, dan kan je door een muur lopen op het juiste treinstation. En flikker toch op. En dan terug naar 9-11 en naar Alan Watt natuurlijk. Ja, Alan Watt weet dat. In de jaren 70 werd er al gepubliceerd, ze stond in de krant, dat die gebouwen bestendig waren tegen een inslag van een vliegtuig. Maar waarom? Nou, want er waren hele hoge gebouwen en dan moeten de vliegtuigen er wel omheen vliegen. Nee, homo. Die gebouwen waren 440 meter hoog. Ja. En de vliegtuigen die vliegen op, even kijken, ja, 10 kilometer. Dus hoezo moeten de vliegtuigen om de Twin Towers heen vliegen? Die waren maar 440 meter hoog. Ja, maar als zo'n vliegtuig nou uit de koers raakt of motorproblemen, dan kan hij toch in New York tegen de grond aanstorten? Ja, dat kan. Dat kan. Ja, en dan is de kans toch groter dat hij tegen de Twin Towers aanvliegt dan tegen de omliggende gebouwen? Nee, helemaal niet. Dat heeft te maken met oppervlakte. Dat is een vliegtuig en die piloot is dronken of die laat zich pijpen door zo'n stewardess. Dan weet ik van wat, er gaat iets mis. En de vliegtuig is omlaag. Ja, waar landt het dan? Tegen de Twin Towers? Waarom? Ja, want die zijn heel hoog. Ja, en ze zijn heel smal. Huh? Dus zoveel oppervlakte is dat niet, hoor. Je komt in een vrille omlaag of zo. Je denkt, oh, waar ga ik tegenaan? Ja, hoezo tegen de Twin Towers? Dan kan je net zo goed alle gebouwen van New York gaan beveiligen tegen het inslaan van een vliegtuig. Maar ook de Second Avenue. Want daar kan het vliegtuig ook neerstorten. Hoe maak je dan de Seventh of Second Avenue vliegtuiginslag bestendig? Nee, maar de Twin Towers moesten inslag bestendig zijn. Jo, die kunnen er tegen. Nou, dat hebben we gezien, hè. Een Twin Tower, even qua verhouding, als je daar een model van maakt, dan weegt dat, dus stel we gaan uit van 1 meter hoog. Dan heb je nog een stuk onder de grond. Nou, alles bij elkaar 1,40 meter of zo, of 1,30 meter. En dan 1 meter hoog. En dan 20 centimeter breed wordt het dan, in verhouding. En dat weegt 70 kilo. Laten we daar even van uitgaan. Dan weegt een vliegtuig, zo'n Boeing, die weegt 2 gram. Zo. En daarin zit een vingerhoedje aan kerosine. Ja, maar in Amerika en vooral in New York kan van alles. Oh ja?
Ja, want die aanslagen van 11 september, die waren gedaan door Osama Bin Laden uit een grot in Bora Bora. En die zei in zijn microfoon via de satellietverbinding... Hebben jullie allemaal jullie brickmesjes bij je? En welk sprookje wil je geloven? En ik geloof helemaal niet in sprookjes. Ik vind ze wel leuk, maar... Maar je hebt ze zo uit. Hans en Grietje. Hans en Grietje. Wat moet je met Hans en Grietje? Dat is een idioot sprookje. En wat moet je met het sprookje van 11 september 2001? Dat is... Hetzelfde sprookje. Er was eens een gebouw. En het was 700.000 keer zo zwaar als het vliegtuig. En dat gebouw stortte in elkaar. En terwijl het in elkaar stortte, gaf het heel veel naar buiten. Dus het was een implosie. En die ziet eruit als een explosie, want die dingen gebeuren. Hè? Dat heb je wel vaker, Perry, dat weet je best wel. Dat je denkt, dat is sneeuw, maar het is zwart. En dat is dan zo. Nee, dat is helemaal niet zo. Die gebouwen die zijn opgeblazen. En daar hebben ze meerdere technieken voor gebruikt. En het was een foute voorstelling. Dus alles ging mis. Wat een slechte toneelvoorstelling was dat. Want als je kijkt naar wat er gebeurd is op die dag. Het was een dinsdag. 11 september. George Bush was om 9:15. Dat was de George W. Bush. Die kleinzoon van die Auschwitz... Faciliteer. Hij was de opa van George W. Bush. Die deed facility management. Alleen financieel. Hij is niet zelf naar Auschwitz geweest. Dat had hij waarschijnlijk geen zin in. Van ja, daar zit ik tussen die stinkende Joden. Daar heb ik ook. Ja, dat hoeft niet, hè. Maar er zat die opa van George W. Bush, Prescott Bush, die was bij de United American Bank. Ja, look it up. Nou, die hebben die poen geschoven van Auschwitz. Nou, wat een leuk idee. Nou, dan krijgen we wel revenues, hè. Nou, in ieder geval die kleinzoon. Die zat in het zuiden van Florida of zo. Om 9:15. Want meneer moest gaan voorlezen uit een kleuterboekje. En het ging over een pet goat. Een geit als huisdier. Nou, ik snap niet wat je met een geit als huisdier moet, hoor. Maar dat is mijn probleem verder niet. En dan zit meneer George Bush, die zit daar om 9:15 met een hele delegatie, want de president van Amerika die gaat voorlezen uit een boekje voor kleine kinderen. En dan weet je gelijk hoe dom Amerika is. En dat de president erop gaat toezien dat kleine kinderen in het zuiden van Florida les krijgen over een geit als huisdier. Volgens mij is Amerika echt totaal verloren. Maar Nederland ook. Dus ja, nastrofja zou ik zeggen. We zijn allemaal te stom voor woorden. Dus als ik zo dadelijk doodga, dan ga ik tegen God zeggen... Als je genade hebt met de mensen... Ja, dan trek de stekker eruit. Ze hebben je zoon vermoord. Godverdomme. En het heeft niks opgeleverd. En mensen hebben veel meer behoefte aan domheid dan aan inzicht.
Dat verhaal dat struisvogels hun kop in het zand steken bij angst, dat is net zo onwaar als dat verhaal van die lemmingen die zichzelf massaal over de rotsen rennen. Het geldt allebei voor ons. Ja, maar die aanslagen van 11 september, dat is alweer een tijdje geleden. Ja, geschiedenis onvoelig. Ongevoelig, moet je zeggen. Je houdt niet van geschiedenis? Oh, dus de Vietnamoorlog, dat is ook niet belangrijk. En de concentratieslager in Duitsland, daar willen we het ook niet over hebben. Om dan maar te zwijgen over de concentratiekampen in Paraguay in de 16e eeuw. Jullie homo's. Ja, maar die films op Netflix, die vind ik wel leuk. Yep. Maar wat is er dan gebeurd dan volgens jou op 11 september? Nou, dat zat als volgt in elkaar. Ze waren al lang van plan om die torens te laten doorboren met vliegtuigen, whatever. Het heet Ordo ab Gao. Ze wilden een chaos in New York. En in de jaren 70, toen die gebouwen gemaakt werden, dat zijn hele stomme gebouwen, waar moet je ermee? Dat was ook helemaal geen een tendent of zo. Er waren geen huurders. Ja, wie wilde nou in zo'n stom gebouw zitten? Je hebt een kantoor op de 100ste verdieping. Daar moet je al je personeel, daar moet 2 keer overstappen met de lift. Nee, dat is lekker toegankelijk. Ja, maar dan heeft je personeel wel een mooi uitzicht. En denk jij als werkgever, ja, ik wil niet dat mijn personeel uitzicht heeft. Ik wil dat ze werken. Ja, maar als je klanten ontvangt, dan heb je mooi uitzicht. Ja, maar mijn klanten moeten 2 keer overstappen met de lift, voordat ze op de 100ste verdieping zijn. Het is er helemaal geen omgeving voor een bedrijf. Ja, maar wel voor een restaurant. Oh ja? Is er een restaurant geopend in een van de Twin Towers? Ik dacht het niet hoor. Als je wil eten in New York, dan loop je gewoon langs de zoveelste avenue. En er staat wel een of andere sukkel met een hotdogkar. Daar kan je toch eten? Voor $2. Ja, maar als je helemaal ergens naartoe moet met de lift, dan is het eten des te lekkerder, omdat het duurder is. En Nee, dat werkt niet zo. Ik heb wel gehoord dat ze op de allerhoogste verdieping van een van die Twin Towers deze orgieën. Ja, want daar komt geen hond. Dan ga je op de bovenste verdieping van een Twin Tower zitten en dan zeg je kom op met die champagne en die geile bitches. En die pik je op ergens op straat, hoef je niet eens zelf te doen. Je stuurt iemand omlaag en je geeft hem $500 mee. En 5 bitches. En dan ga je leuke bedingen mee doen op de 110e verdieping. Dat is allemaal gebeurd in de Twin Towers. Is mij verteld en ik geloof het. Want waarom niet? Wat is een stom gebouwen? Wat voor een stomme gebouwen waren dat wel niet? Nergens nodig voor. Ik heb op internet gelezen dat ze mensen, bedrijven, gedwongen hebben om een kantoor te openen. In een van de Twin Towers. Ja, een mooie boel is het. En wij maar een beetje toekijken en denken van, het valt maar mee. Hè. Dus, de laatste tijd hebben wij geen problemen met Twin Towers. En die heb je wel. Je snapt het niet. Na de aanslagen van 11 september kwam er de Patriot Act. Dat leek, gadverdakkies, precies hetzelfde als wat Adolf Hitler had gedaan. Of in naam van Adolf Hitler werd gedaan. Niks ten nadele van Adolf
Fiedler. Adolf de vioolspeler. Die kon er ook niks aan doen. Dat was ook maar een soort Pim Fortuyn. Of John F. Kennedy. Theo van Gogh. Saddam Hussein. Van die aapjes die maar meedansen. Ja, die man kon er ook niks aan doen. Die heeft een baan aangeboden gekregen en toen heeft hij ja gezegd. En ik weet niet hoe hij er inmiddels over denkt, over de acceptatie die hij, George W. Bush, heeft gedaan. Dat hij zegt, ja, dat was een vacature. En mijn vader zei, dat moet je doen, jongen. En toen heb ik maar gedaan wat mijn vader zei. Ja. En nu? Waar ben je voor verantwoordelijk geweest? Allemaal. Ja, denk je dat het licht van God, of de wijsheid, of het inzicht, dat het niet reikt tot aan de familie Bush? Ja, natuurlijk. En al die lui, die gaan maar lekker naar de kloten. Met de nadruk op lekker. De nadruk op naar. En de nadruk op de kloten. Ik ga ook naar de kloten, dus waarom zij niet? We hebben het over. Stelletje homo's. Ik pik het totaal niet hoor. Ik ben er erg over teleurgesteld. Dus ik ben mijn carrière qua kennis begonnen in de beta. Dus wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Ja, biologie, hou maar op. Als je dat schud je uit je mouw, dat is niet zo moeilijk. Dat waren mijn vier vakken. En Nederlands en Engels, want dat was verplicht. Oké. Nou, ik weet van natuurkunde. En dat wat ik gezien heb. Die film op al het beeldmateriaal wat ik gezien heb van de aanslagen van 11 september 2001. Dat kan niet. Dat was niet Osama Bin Laden in een grot in Bora Bora. Die in zijn microfoon zei, hebben jullie allemaal jullie breekmesjes bij je? Nee, homo. Hoe kom je erbij? Kon helemaal niet. Maar zij weten dat wij ongelooflijk stupide zijn. Dus ja, wij geloven dat. Oh ja hoor, er vliegt een vliegtuig in een stalen constructie. Een vliegtuig van aluminium. Dat vliegt in een stalen constructie. Die is 70.000 keer zo zwaar. Ongeveer. En dat stalen gebouw dat gaat imploderen terwijl er allemaal rotzooi naar buiten gaat. Ga er weer, man. In wat voor een wereld leven wij dat er mensen zijn die nog steeds geloven dat Osama Bin Laden dat heeft gedaan vanuit zijn grot in Bora Bora. Dat hij zei van, hebben jullie allemaal je breekmesjes bij je? Dan heb je ook nog dat mooie fenomeen met de ineenstorting van het gebouw. En dat was een reguliere takedown. Demolition heet dat. Die Twin Towers, hoe ze die gedemoliteerd hebben. Dat was bijzonder. Dat was echt merkwaardig. Dat doe je niet. Hè? Als demolition expert. Maar gebouw nummer 7. Die Twin Towers, die ene heette WTC 1, die andere heette WTC 2. En er is nog WTC 3, 4, 5 en 6 ook helemaal weg, by the way. Ja, dat kwam omdat WTC 1 en WTC 2 die waren aan het instorten. Dus zoals je zegt, implosie, terwijl er wel van alles naar buiten ging. En toen zijn die andere gebouwen ook ingestort. Dat is logisch. Nee, homo.
Het is helemaal niet logisch dat WTC 1 en WTC 2 zijn ingestort, punt 1. Dat waren hele goede constructies. Die gebouwen die bestonden, dat is er mooi gedaan. Ze hadden kernkolommen, core columns. Die gebouwen, die zie je die buitenkant, maar dat is een façade. De binnenkant van die gebouwen bestond uit 47 pilaren. Chaotisch opgesteld. Dus niet in een, hoe noemen we dat ook weer? Een kwadrant of zo. Niet in een kwadrant. Niet vierhoekig of rechthoekig. Nee, ben jij maf? Nee, chaotisch. En waarom? Nou, een chaotische constructie heeft de meeste kans om te overwinnen een harde wind. Dat is het meest strakke. Het moet chaotisch zijn. En niet precies in de maat. Dan kan het gaan harmoniseren. Dan kan er een trilling in komen. En dan gaat zo'n gebouw gaan trillen. Nou, dat wil je niet, hè. Want daarbovenop, op de 100ste verdieping, zit een of andere directeur. En die heeft een aquarium. En die ziet dat. Dat wil je niet, hè. Want dan klotsen de goudvissen uit de kom. Die waren heel goed geconstrueerd. Niks op tegen. En die buitenkant, die façade, dat was ook staal. In de binnenkant heb je dan een, net als bij een kerstboom. Je kijkt naar een dennenboom. Dan zie je die dennennaaltjes, dat is de buitenkant. Maar in die binnenkant van die naaltjes, daar zit een hele sterke stam. Zo waren die Twin Towers opgericht. Dat weet je toch? Niet? En in het officiële rapport van de Amerikaanse overheid, het NIST, daar staat, ja, die gebouwen die hadden geen kern. Die waren hol. Dus toen er een vliegtuig invloog, ja, toen stortten ze heel makkelijk in elkaar. Dat is de Amerikaanse overheid aan het liegen. Degene die dat opgeschreven heeft, en die PDF die heb ik nu niet, maar 9/11 Commission Report. Al die leden van dat comité onthoofden, per direct. Waarschijnlijk zijn het allemaal kleuterneukers. Dus als je zo'n vent onthooft, dan scheelt dat 3 verneukte kleuters. Heb jij een pasje nodig om zo'n lid van het 9/11 comité te vermoorden? Nee. Je hebt een carte blanche. Kom ik duidelijk over. Maar niemand heeft er zin in. Dan is het maar zo. Ja. Dan laten we die lui in leven. Maar ze liegen door. Ze moeten wel. En Mark Rutte, die liegt mee. En dan wij maar klagen voor, ja, maar Mark Rutte, we vinden hem eigenlijk niet zo aardig. Nee, hij is ook helemaal niet aardig, want het is een leugenaar. Ja, maar we hebben een overheid nodig. Nou, kijk. Je hebt algemene middelen nodig. Een soort van vangnet of zo. In principe kan dat onder ons. Dus nee, we hebben geen overheid nodig. Waarvoor? Ja, maar anders gaat iedereen heel hard rijden op de wegen. En dan? Dus iemand rijdt heel erg snel op de snelweg. En dan denk ik van ja, dat is mooi.
Want hoe harder je rijdt op de snelweg, des te sneller ben je weg. En daarom heet het ook de snelweg. Ja, maar sommige mensen kunnen niet rijden en dat moet verboden worden. Even terug. Sommige mensen kunnen niet rijden en dat moet verboden worden? Waarom? De beste manier om iemand te leren rijden is hem te laten rijden. Nou, doe het maar even. Ja, maar dan wil ik wel eerst de rijles. Dat er iemand naast me zit met ook een koppeling. En die kan dan bijsturen. Want anders voel ik mij niet veilig omdat ik zo slecht kan rijden. Ja, dat is jouw probleem. Dan betaal je maar een of andere homo die jou even laat leren rijden. Tegen mijn dochter heb ik al gezegd van een meisje, daar moet je echt mee oppassen. Het is een vrouw, hè, die dochter van mij. Van, zal ik jou even laten rijden? Ik had het helemaal voorbereid. Ik heb een Renault Clio. Je herkent hem zo. Dat is een van de allerlelijkste Clio's die ik ooit gezien heb. Jeetje, wat een baggerbak. Maar die rijdt. Hij is laatst nog opgeknapt door een gerenommeerd garagebedrijf. Dus die kan alweer 80.000 kilometer draaien, denk ik. Nou, we halen dat ding en we gaan eventjes naar in de bossen. En mijn vriend Wim Kruidentuin, iedereen kent hem, die mij kent. En die zei, ik weet wel waar. Daar is een terrein. Omringd door bomen. Niks te beleven, maar ga mijn auto rijden. En mijn dochter zegt tegen mij, nee, dat wil ik niet. Ja, dan gaat ze zich maar blauw betalen aan de eerste beste rijinstructeur. Ja, ik kan het toch niet tegenhouden dat mensen stupider willen zijn. Het is niet mijn probleem, hoor. Echt niet. Ga niet denken dat je mij zielig moet vinden. Ik wil ook geen donaties. Ik wil helemaal niks. Ik wil dat jullie mij begrijpen. Hoe stupide kan die dochter van mij zijn om dat aanbod af te slaan? Wat voor een homo is dat? Ah, wil ze niet. Ja, dan niet. Ja. Je kan een paard naar het water leiden, maar je kan het niet dwingen om te drinken. Hè? Of ben ik zo slim en zijn jullie zo dom? Ja. Dat is niet van mij trouwens, dat is van die... Die trainer, die Hollandse trainer, die voor Barcelona of zo. Of FC Madrid. Met zo'n dun neusje had hij. Dat is een beetje pronken met andermans veren, maar daar komt het wel op neer. Wij zijn zo bang voor de overheid. En ik denk, waarom? Ja, want anders word je opgesloten in de gevangenis. Man, heb je ooit omgegaan met mensen die in een gevangenis hebben gezeten? Nou, ik wel. Maar hier in Nederland stelt dat niks voor. Ik heb zelf in de gevangenis gezeten. Dat was maar voor 2 uur of zo... Bij de marechaussee op Schiphol. Maar dat was easy peasy. Nou, heel veilig, met 2 camera's. Zo kon ik lekker gaan zitten en een beetje water drinken. En 2 camera's op je gericht. Dus iedereen weet, er hoeft maar iets te gebeuren. En ze breken mijn cel binnen, hoor. Ja, hoor. Dus kortom, in die totale veiligheid van die heerlijke, dikke muren. En een goede, dikke deur. Met zo'n kleppie. Toen dat kleppie ging open, en zei er iemand, wilt u nog wat water? Ik zei, ja, dat lijkt mij cool. Oh.
Dus het enige antwoord wat je hebt in het leven is ja. Tenzij je een plan hebt. Dan zeg je nee. Maar ik zat in de cel. En dan, dan heb ik even geen plan meer. Dan weet ik echt niet wat ik moet doen. Ik zou op vakantie gaan op verzoek van mijn moeder met mijn dochter en de nieuwe man van haar moeder naar Bodrum. Maar dan zit ik in een cel. Is allemaal echt gebeurd. Is allemaal niks aan, geen zorgen maken. Vrolijke verhalen, man. Dat was allemaal echt gebeurd. En dan zit ik in zo'n cel. Ja, dan heb ik helemaal geen plan meer. Dan weet ik het niet meer. Wat had ik moeten doen? Er werd me ook nog de keus gesteld van je mag je schoenen aanhouden, maar dan moeten je veters eruit. Dat ik van ja, homo, daar heb ik helemaal geen zin in. Mijn schoenen opnieuw gaan veteren? Ik moet nog naar Bodrum. Dus ik heb mijn schoenen maar uitgedaan. Dus ik zat daar lekker in mijn sokkenvoeten water te drinken. Goed beschermd door die twee camera's. Geweldig. En mijn dochter pist of man. Dat was een teleurstelling voor mij. Ik denk van ja, godverkutje kindje. Ja, het is mijn moeder die erover begon dat we naar Bodrum moesten gaan. En ik hou helemaal niet van Turkije. Het is te verdragen, dat wel. Maar ik hou er niet van. Ja, zij wilde zo nodig gaan zwemmen in die Middellandse Zee. Toen dacht ik van, oké, ik neem je mee. Hey. Ja, dan zat ik in de cel. Ja, so be it. En ik hield rekening met het feit van, nou, dat kon wel eens een aantal dagen worden. Straks zit ik ergens in de buurt van de Haarlem. Wat gaan we daar weer meemaken? Hoef ik in elk geval niet naar Bodrum. Nou, wonder wel. Ik weet niet hoe, maar de pinautomaten vielen allemaal uit en de computer viel uit. Daar hebben ze mij vrij moeten laten. En ik vond het een hele prestatie. Ik had ook nog een checkje gerookt met een van die twee marechaussées. Ja, mij vroeg van, rook jij? Ik zei, ja. En hij vroeg niet aan mij, heb je zin om nu te roken? Ik zei, ja, niet per se. Ja, ik was op weg naar Bodrum. En ik ben niet, ja, ik rook wel, maar als het de omstandigheden er niet toe zijn, dan smaakt tabak me helemaal niet. En hij zei van, joh, maar ik heb zin in een checkie. Ik zei, nou, dan wil ik niet lullig doen, dan rook ik met je mee. En dan stonden wij op een binnenplaats, waar het helemaal rook naar van die marechaussee-busjes met een broem, allemaal diesel of zo. Stonden we samen te roken. Dat was gezellig. Dat was erg leuk. En mijn dochter pist of. Dat begreep ik helemaal niet. Kindje. Papatje. Die probeert je oudje naar Bodrumtje te brengen. Wees blij dat ik zo snel de cel uit ben. Dat had niet iedere vader gelukt hoor. Ah, dat hebben die dochters niet in de gaten. Kijk maar. Zij pist over. Hé, hey, mooie boel. En dat heeft te maken met 9-11. Dat ze hier op Schiphol hebben ze de ITCS of zo. Dat is een Israëlische firma en die doet de beveiligingscontrole, want iedereen kan bommen bij zich hebben. Ja, vooral Perretje, Franciscusje, Martinusje, Winkeltje. Natuurlijk heeft hij een bommetje bij zich, want hij is met zijn dochtertje en zijn moedertje en de stiefvadertje naar Bodrum. Dus die heeft een bom bij zich. Ja, natuurlijk.
Ze dachten daar op Schiphol dat ze... Die vrouw, dat was een Surinamo. Zo'n Suri, ja, dat was echt zo'n... Ja, obese was ze. Een mooie huid en dat niet van. Een non-shaggable, wat mij betreft. En misschien irriteerde haar dat al. Dat ik geen enkele voorstelling kon hebben van een seksnacht met haar. Volgens mij kan ze niet eens koken. Jezus. En die keek naar mij en die dacht... Oh, die zei tegen mij... Ik wil uw bril controleren op explosieven. Oh, misschien had ik haar toen anaal moeten pakken. Ik had over die balie heen moeten springen. Ik had die joggingbroek van haar obese billen af moeten scheuren. En dan hup, mijn stijve leuter in haar anus. Als toneelstuk. Maar dat deed ik niet. Ik heb tegen haar zoiets gezegd van... Nou, homo, jij denkt dat er bommen zitten in mijn bril. Nou, ga maar lekker controleren. Dan ben je toch gek. Kom op. Dat kan toch helemaal niet. En die obese Surinaamse bitch... die had ook al de espadrilles... van twee kleine meisjes. Die ene was 5 en die andere was 7. En die moeder was erbij. En die had de kerel de deur uitgetrapt. Of whatever. Het was zo'n gebroken gezin. Hè? En dat dacht ze dus ook. Ja, in die espadrilles van die twee kinderen. Daar kunnen bommen in zitten. Dus ze had al die espadrilles. Had ze door de atoomstralingsapparaat heen gehaald. En dan ging zij controleren of de bommen zaten in de espadrilles van twee kinderen van 5 en 7 jaar. Ja, maar wie is hier nou gek? En het was 6:30 's morgens. En ik hou niet van vroeg opstaan. Dus dan ben ik toch al stikzagrijnig. En hoe moet je dat? Hoe kunnen jullie dit begrijpen? Dat kan niet. Oké. Ik weet niet hoe de relatie tussen die moeder die voor mij stond... en haar man, de vader van haar kinderen. Ik denk wel dat die twee kinderen van die kerel waren. Ja, dat huwelijk is gebroken, want die kerel was er niet bij. Ja, de andere mogelijkheid is dat die kerel een speciale klus had. En die had hij tegen zijn vrouw had gezegd. Hier gaan we lekker naar Bodrum. En ik moet werken. Hè? Dus jij gaat op vakantie met de kinderen. Dat ze lekker kunnen zwemmen. IJsjes eten. En whatever. Mixed het grill of zo. De Turkse keuken is niet mijn favoriet, maar... Het is te eten. Dat kan ook. Dat daarom die man er niet bij was. Dat kan. Wat ook mogelijk is, is dat die kerel de deur uitgegaan is. Uit vrije wil. Dat kan ook nog. Dat hij zijn gezin in de steek heeft gelaten. Dat is ook een mogelijkheid. De andere mogelijkheid is dat die moeder, zoals 90% van de moeders van kinderen, die krijgen dan kinderen, want ze zijn moeder. Die hebben zoiets van, ja, die kinderen zijn van mij. En geen indoctrine vanuit die man. Het zijn mijn kinderen. En ik voed mijn kinderen op. Dat is heel modern. Ik snap niet waar die vrouwen dat op baseren, by the way. Maar het is een iets om rekening mee te houden. Het is een gescheiden vrouw, terwijl die man... die heeft alleen maar saai gedaan. Die ging iedere ochtend om 7:00 de deur uit... en die kwam 's avonds pas om 7:00 thuis. En dat is saai, hè? Vind je niet? En dat 5 dagen per week, hè?
Vijf dagen per week gaat je man om 7:00 's morgens de deur uit en komt om 7:00 's avonds thuis en dan heeft hij allemaal vieze kleren en die moet jij dan wassen. Er zijn van die vrouwen die dat een onhoudbare duurzaamheid vinden. Van hoezo moet ik de kleren wassen van mijn man die 12:00 lekker naar buiten is geweest, heeft allemaal leuke dingen gedaan. Nou, hij wast zijn eigen kleren maar. Ja. En was dat zo'n moeder? Ja, dat kan ook. Maar dan nog. Er staat er een alleenstaande moeder met 2 dochters. Op espadrilles. En een espadrille, dat is een schoentje, een zomerschoentje, gemaakt van riet. De zool is van riet en daarbovenop zit een stofje, textiel. That's it. Die ga je scannen op bommen, omdat er aanslagen geweest zijn geweest op 11 september 2001. Je Yuko, fuck je, oh, ehol. Maar alle mensen die ook dat laten doen, die zijn allemaal gek. Ik praat er geen Frans of zo. Er zitten er geen explosieven in de schoentjes van 2 kinderen van 5 en 7 van een gebroken gezin. Of een gezin dat niet gebroken is, maar papa moet, die moet naar Schotland en die moet gebouwen gaan verbeteren. En wij gaan op vakantie met mama. Daar zitten toch geen explosieven in? Ja, maar wij gaan alles controleren. We gaan binnenkort ook konijnen. Konijnen mogen niet meer racen, tenzij ze eerst gescand zijn. Want konijnen hebben ook zo'n gewoonte om C4 en andere explosieve materialen in hun buik te verstoppen. En dan doen ze boom. Stel je Harry Potter's gelovers. Jullie hebben veel te veel Harry Potter gekeken. Nou, WTC7, hè, dus dat derde gebouw, wat een officieel, waar de opnames van zijn van de ineenstorting. WTC7 was de derde, want van WTC2, WTC3, WTC4, WTC5 en WTC6 is ook allemaal ingestort. Maar van WTC7 hebben wij de opnames. Een gebouw van 47 verdiepingen. En per verdieping heb je 4 meter. Dat was 4 keer 47, bijna 200 meter hoog. Dat is hoog hoor. Dat gebouw is in 6,5 seconden. Einstürtet. 6,5 seconden. En dat is gefilmd. Door mensen met een iPhone of een whatever. Nee, je had geen iPhone toen. Maar het is gefilmd. Er zijn meerdere opnames van. Daar kan je dat prima zien. En aan de audio die je hoort, weet je dat de film niet versneld is. Niet om... Nee, helemaal niet. Het gaat precies in tijd. 6,5 seconden. Een gebouw van 47 verdiepingen. Het is verbazingwekkend. Hoe... De mensen dat weten, ze hebben het gezien en ze negeren. Ja, dat is gebeurd, maar laten we het, let the bygones be bygones en we kijken vooruit. En vooruit naar wat? Een samenleving met idioten? Wat heb je eraan? Ik wil niet zeuren, daar gaat het mij niet om. Het gaat mij om de waarde van het leven. Want het leven heeft waarde.
Wij zijn geschapen naar het evenbeeld van God. Van God. En onze taak is om dat te accepteren. En geen bullcrap, AUB. En hoe jij je daaruit redt. Als ik erom zou geven, dan zou ik tegen jou moeten zeggen dat je A, B, C, D, E moet gaan doen. En daar zit hem, de angel. Want dat weet ik niet. Ik weet niet wat jij moet gaan doen. De enkele imperatieven zijn aanwijzingen of opdrachten die ik heb, is heb scheid. Wees je bewust als je gaat scheiden. Wat doe je dan? En hoe veroorzaak je scheid? Je stopt eten in je mond. Maar smaakt dat wel? Want als je eten in je mond stopt wat je niet smaakt, wat je niet lust, dan krijg je vieze poep van. De goede dingen eten en lekker scheiden. Dat betekent doorgeven. Neem kennis van de waarheid en geef de waarheid door. En wij stoppen per nu met kindermisbruik. Daar kan ik nog uren over lullen. Maar wij zijn het die onze kinderen verwaarlozen en daarmee misbruiken. Wij zijn het. Dan kan je lopen ouwe hoeren, zeiken, sodemieteren over de katholieke kerk. Maar wat doen wij zelf? Dus mijn dochter die kwam, dat was in de zomervakantie. Bij mij kreeg mijn dochter, ze komt niet meer bij mij, 18. Mijn dochter was bij mij en ze kreeg van mij de vrije teugel. En zei tegen mij van, papa, ik mag van jou dus alles doen. Ik zei, ja, natuurlijk. Wat maakt mij het uit? Als je verkracht wordt, dan heb niet alleen jij een probleem, maar ik ook. Dus als je ervoor zorgt dat je dat in de gaten houdt, mag je van mij doen wat je wil. Een blauwe plek, dat overleef je wel. Doe maar waar je zin in hebt, baby. Maar zo moet je met je kind omgaan. Een gebruik onder schaaphouders om lammetjes in de sloot te gooien. Want schapen hebben de neiging om dan lekker, ja, lekker aan het grazen. En dan denken ze, oh, wat is daar? Ja, als er een schaap, een volwassen schaap, in de sloot belandt. Ja, dan heeft die schaapherder al die jaren voor niks. Wat heb je aan een verdronken schaap? Want die vacht van de schapen, die zuigt zich vol met water. En die moet wegblijven uit de buurt van de sloot. En dan gooien ze kleine schaapjeskinderen, lammetjes, die gooien ze in de sloot. Ja, die verdrinken niet. En denken wel van, oh, hier wil ik nooit meer komen. Dat is precies de bedoeling. En zo praat ik tegen jullie. Dat ik het even weet. Want het wordt nog veel erger. Bij de weg. Ik kan nog even denken aan een mooi recept. Oh ja.
We zitten tegen het uren. Dus nu weer een mooi recept. Linzensoep. Dat kan je niet verprutsen. Dat is onmogelijk. En wat heb je daarvoor nodig? Linzen natuurlijk. Uien. Gember. Komijn. Korianderzaad. En wat blokjes kippenbouillon. Die koop je in de supermarkt hier. Kippenbouillon, dat maakt niet uit. Wat voor merk, doet er niet toe. Lekker wat zout. Ik zou ook tomaten. Ja, tomaten kunnen er ook bij. Peper kan erin. Paprika. En aardappel. En je moet zelf maar bekijken of je meer aardappel neemt dan paprika of andersom. Dat doet er niet zoveel toe. Maar ik zou er minimaal een paar aardappelen in doen. Ja, het gaat als volgt. Arachideolie in de pan, een ruime pan. En een uien erin, die alle kruiden die je maar wilde. Ik zou zeggen, gember, geelwortel, korianderzaad. Gemalen dan, hè? Gemalen korianderzaad. Gemalen komijn. En lekker met die uien. En dan de linzen erin. Die zou ik even meebakken. Gewoon voor de gein. En dan een liter. Ja, die kippenbouillon erbij. Of, ja, moet je even kijken naar de hoeveelheid water. Want je kan ook, als het allemaal, die ui is lekker aan de knisper. Lekker, doe je tomaten, gewoon in stukjes. Niet zeiken, tomaten, wassen onder de kraan, that's it. En dan chop, 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 chop. En hup, erin. Oh, een scheut van die kippenbouillon erbij. En dan ieder kwartier even controleren. Want die linzen die nemen al dat vocht in zich op. Die gaan opzwellen. Het droogt uit. Zo lijkt het. Goed blijven roeren. En dan praat je over 3 uur koken. Dus dat is 4 keer 3. Moet je 12 keer komen kijken hoe het gaat met de linzensoep. En wat ook een erg goed idee is, vind ik dan zelf, hè? Als je dan toch korianderzaad koopt, om een aantal zaden te laten groeien tot koriander. En dan heb je die lekkere blaadjes. Doe je die blaadjes eraf en die gaan bovenop de soep. Heerlijk. Dat is heel erg energetisch. Daar kan je alles mee doen. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn hamburgers zeg ik tjuhus en dag lieverds.